ga kijken. Ik moet weten wat... Ja, we gaan zien. Ik laat er gewoon een bal in zijn gezicht, jongens. Yes, mensen. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik weer iets superleuks voor jullie. Wat gaan we vandaag doen? Ik heb namelijk een super grote XXXL stalen bal gekocht. Oftewel een jeu de boelbal. En voor de mensen die niet weten wat een jeu de boelbal is, ik zal hem er even snel bij pakken. Maar die gaan we dus 1000 graden verwarmen. En daarmee gaan we even wat dingetjes proberen. Kijk, ik heb hier één bal. Zoals je kunt zien, hij is ziek groot. Ik heb een pakketje gekocht. Ik heb voor 1,75 euro heb ik 6 ballen gekocht. Kijk, het is dus Femke Louise aan het luisteren. Of Ronnie Flex, maar net wie het bekijkt. Nou, ik weet niet of jullie het konden horen, maar het is Femke Louise aan het luisteren of Ronnie Flex. Hey, maakt niet uit. Wat ga ik doen? Ik ga de buikkorf aansteken. Ik heb heel veel kolen gekocht, die ga ik allemaal erin doen. En dat is hopelijk de manier hoe we die, ja, die jeu de boelbal dus 1000 graden gaan verwarmen. Kijk, hier gaan we het in doen. Ik heb de rooster even uitgehaald, ligt hier. Hier zitten nu aanmaakblokjes in, die staan aan. Gaan we even deze kolen erin gooien. Kijk, dat is een kool. Maar kijk, onder komt er heel veel lucht bij. Op deze manier worden de kolen heel snel warm en allemaal warm en niet, want als je ze normaal eerst in de barbecue legt en ze doet daarna van die blokjes erin, die steekt ze aan, dan gaat het helemaal niet goed. Dus we gaan deze er even ingooien en dan gaan we verwachten tot ze heet zijn, gooien ze in de barbecue, leggen er meer kolen bij zodat het nog heter wordt. Ja, dan is het gewoon wachten. Maar John, wat gaan we doen als we de ballen, de jeu de boule ballen, dus 1000 graden hebben verwarmd? Daar komt ie. Ik heb 2 vette challenges en 1 is, ik ga deze pak met eieren zometeen hierin doen. En dan gaan we die bal erin laten zakken. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. De tweede. Ja, dat gaan jullie eigenlijk in een andere video zien. Dus dat hou ik lekker voor deze keer. Dus we gaan gewoon beginnen. Ik ga de barbecue aansteken. Let's go. En ik denk dat hij geen lucht meer krijgt. Dus hij is uit. Oké, ik heb 1 zak kolen erop liggen. Ik heb hier nog 1 zak kolen en 1 zak briquettes. En als dat dan heet is, dan kunnen we de ballen erop gooien. Maar het duurt echt lang dit. Kijk jongens, het ziet er al goed uit. Kijk hier al het witte, dat is echt heet. En dat zwarte moet nog even verbranden. En dan is alles rood gloeiend. En dan gaan we ze erin gooien. En dan hopen we dat die 1000 graden kan worden. In ieder geval gewoon vies heet. Voor mij een hotdog, maat. Komt je aan. Een hotdog. Hey Gucci. Ook brood. Brood, ja tuurlijk brood. Maar gooi je zijn hotdog er maar op. Maak snel een tummelfoto. Oh, Gucci. Zie je aan het kijken? Nou, Gucci onze vriend. John, hij heeft mee de Orbi Jacuzzi in. Check de link in Jonquote bio pranks, dat je weet zelf. Ja, gaan we erin? Ja. Oké, mensen, we gaan deze camera gaat even uit. En ik ga even in die jacuzzi zitten, want het zit helemaal vol met Orbi's. Dus wil je het zien, mensen, check het de prankster. Gucci gaat er ook in. Ja, we leggen ze gewoon alle 6 erin. Dan heb ik het in ieder geval genoeg. Ik heb hier nieuwe kooltjes erop gelegd. Nu, onze zijn rood gloeiend. Als deze nou aangaan, dan liggen ze lekker tussen de judeboels. Dus dan wordt alles lekker warm. Dan doe ik deze meteen dicht. En dan is het gewoon wachten totdat alles gewoon rood gloeiend is. Kijk, ik moet wel eerlijk zeggen, het duurt wel iets langer als met een gasbrander. Maar ja, deze ballen zijn natuurlijk ook super groot. Dus het is echt wel lastig om ze heet te krijgen. Het voordeel is natuurlijk dat we na deze video ga ik lekker barbecuen. Dus dat we chill. Gelijk 2 vliegen in 1 klap. Ik ben even naar boven gelopen. Dan vraag je af natuurlijk waarom. Als het goed is, ligt hij niet. Dat is mijn kamer. Die laat ik lekker niet zien. Hier ook niet. Maar ik zoek hem. Zo, aardig gedoucht hoor, hier. God, de jongen, echt hoor. Aardig gedoucht hier, check eens even. Mocht ik hem droog maken, vriend. Ik zou zeggen, ga allemaal naar Aarts Instagram, Artos. En spam bij de laatste foto neer. Maak de douche schoon. Ah, hij heeft gestopt, dames en heren, de feun. Maar hier ga ik deze ga ik even bij de kolen houden. Dan doe ik zo. En dan komt de lucht uit, de lucht wordt de kolen rood gloeiend, gaat het eerder aan en wordt het ook heter. Holy
shit mensen, wat er gebeurt? Die klapt gewoon een bal in zijn gezicht, jongens. Ik zorg aan de hele zieke tint op. Ik weet niet wat er aan het is nu. Maar buiten moet geblust worden. Ik weet niet of dat goed gaat met vuur ook. Ik ga kijken. Ik weet niet wat. Ja, we gaan naar het ziekenhuis. Wacht maar. Oh, ik tril en nog. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat er met mijn hand is ook. Erik! Yo. Oh, ik weet niet of ik gewond of ik weg moet. Ik weet niet, ik voel helemaal niks. Nee, alles tintelt helemaal. Je gezicht is wel rood. Gewoon mijn hele raam tintelt helemaal, man. Ik ben helemaal bang nu. Ik heb een piep in mijn oor. Ik ga dood kunnen zijn, man. Ik zweer het. Ik hoop niet dat ik blind ben, nou, hè. Iets van de shit aan de hand ook. Nee, ik heb echt shit in mijn ogen. Wat moet je, wat is er, man? Wat heb je nodig? Ik heb mijn ogen niet. Nee, er zat een staalsplinter en ik zag een stukje zitten net. Dus ik ga nu de dokter bellen dat we nu erheen gaan. Ik denk dat ik gewoon blind ben, man. Het is gewoon een hete staalsplinter in mijn oog. Ze hebben ze op de grond gelegen? Huh? Nee, dat is mij. Ja, er zit een koetje in. Maar dus hij heeft het toch. Ja, ik heb niks anders, man. Je hebt maximaal geluk gehad aan de ene kant. Godver, anders was je gewoon iemand met teringen. Contacten, bellen. De telefoon, 112. 112, oké. Okay. Bunschoten Spakenburg. Verbrande ijsplinters. Ik laat er maar over zijn gezicht heen. Ja, verbrande stukje staal. Ja, het zit ook in zijn ogen, zit op zijn gezicht, op zijn borst. Alleen zijn ogen zijn het belangrijkste op dit moment. Hij doet gewoon spoelen met water. Douchen. Ja. En mijn buikvoeken, dat gaat echt van mijn gezicht. Dus, ja, hij kan me kennen, hij staat in zijn hoofd onder de kraan nu. Heb je last van ademhalen? Nou, hij is vol met adrenaline ook nu, weet je wel. Ja. Ik voel meteen mijn gezicht meer pijn te doen. Normaal dat ik rustig word. Ja, zijn gezicht steeds zeer begint te doen, maar ik kom natuurlijk die klacht, denk ik. Ja, blijf voelen. Ja, ik zou het zeggen. Oké, top, dankjewel. Ja, ze komen eraan. Maar je moet dus echt een beetje een lauwe douche nemen. Lauw? Ja. Hoe voel je nu, maat? Gaat het goed of niet? Nee. Wat voel je? Mijn hele buik trekt helemaal zaken, buik door mijn hele gezicht, die tintelt tussen rood. Ik krijg mijn ogen niet open, dus ik ga gelijk branden, puin. Komen ze me helpen? Ja, ze komen eraan. Ja, ik weet niet hoe lang het duurt, maat, dat weet ik echt niet. Dit is voor mij echt de allereerste keer dat ik de ambulance gebeld heb. Blijf chill, probeer rustig te ademen, lange ademhalen, neus in, mond uit. Anders ga je hyperventileren, dat moet je nu niet hebben juist. Dat is paniekstand, maat. Ik kort ademen. Probeer gewoon rustig te blijven. Maar wat ook gebeurt, rustig blijven. Ik hoop echt dat ik niet blind ben, hoor. Als ik kijk, alles zit wazig. Je hebt net in je ogen open, toch? Ja, alles wazig, jongen. Ja, maar ik heb een keer een lasplinter in mijn ogen gehad. Was ik verbrand, hè? Ik heb een week wazig gezien, maar daarna ging het vliesje eraf. Was het weer normaal. Oké, mensen, de paniek is even uitgeslagen en soms wordt alsnog van, mag ik even filmen, die vrouw liever niet. Ik snap het, respect voor alle ambulancemedewerkers. Nogmaals, dikke shout dat jullie hier zo snel waren, want ik weet niet wat er aan de hand is. Misschien is het jongen blind aan één oog, misschien niet, je weet het niet. Op momenteel zit hij nu in de ambulance. Ik ga zo achter hem aanrijden en dan hoop ik echt dat het goed met gaat, jongen vrouw, want dit kunnen we nu niet gebruiken. Ik ga even met mijn lijnen achter de ambulance aanrijden en dan hoor je straks mensen in het ziekenhuis bijzonder goed met hem gaan. Ik zweet helemaal, ik zit helemaal in paniekmodus. Oké, John is net met spoed afgevoerd met de ambulance aan en ze keken naar zijn rechteroog en zei ja, je wordt waarschijnlijk niet blind in je rechteroog, zijn linkeroog weten ze niet eens zeker, dus ja, ik weet eigenlijk nog helemaal niks. Ze zei ja, we gaan nu wel met spoed met de ambulance, dus rijden we gewoon achteraan en we zien jullie daar wel. Dus ik heb gewoon navigatie, ik ben nu gewoon op weg naar Utrecht. Nou, voor de rest, ik weet eigenlijk nu nog helemaal niks. Ze hebben meteen morfine weet ik wat ze gaven, een infuus kreeg hij sowieso meteen. Ik weet niet wat de standaard procedure is, maar het is wel met ernst aangenomen. En die vrouw zei nog van ja, ik heb veel gekke dingen gezien, maar dit YouTubers, hè. Dus ja, nogmaals mensen en jonge kijkers, doe helemaal niks van de shit na die wij doen, want het is gewoon levensgevaarlijk, dat blijkt me weer. Ik ben nu met mijn vriendin, die is nu aan het filmen, we zijn nu onderweg naar Utrecht en straks zie je John weer en dan hoop ik dat het wel goed met hem gaat. Hij was net wel iets rustiger, maar ja, weet je, je krijgt medicijnen en shit, dat helpt natuurlijk wel. Ja, ik ben van Rico gewoon even te kijken hoe het gaat en ik hoorde dat de tuin ook nog eens in de brand stond. Dus de mensen gewoon lopen blussen, dikke sauna net lopen blussen, ja, het spijt me enorm, ik weet niet hoe het kan. Ik heb sowieso zelf, toen ik de knal hoorde, ik heb toch maximaal water eroverheen gehoord. Dus ik weet niet wat er is gebeurd. Na een uur brandde er niks. En nu hoorde ik in één keer dat er nog steeds dat er wel brand was. Dus iedereen die heeft geholpen blussen, echt maar super, super tof. Super bedankt. Ja,
ja, ik weet niet echt wat ik hier op moet zeggen, want dit is wel echt ja, sick. Dit is helemaal ook niet de bedoeling en zo. Ja, ik weet het niet, jongens en meisjes. Ja, mijn prioriteit, ik hoor dat het vuur nu uit was, dus dat is goed. Ik sta in de file, ik moet zien hoe het met zon gaat, want straks is die jongen nog blind. Ja, dit is maandag, mensen. Maandag bij Prankshuis. Leuk. Oké, we zijn nog aangekomen in het ziekenhuis. Nou, dan hoop ik dat het goed met hem gaat. We gaan er sowieso over checken. Maar ik moet hem eerst even vinden, want ik weet echt niet. Ik ben hier nog nooit geweest. Dus even zoeken. Hier is Jan, jongens, hoe gaat ie? Ja, kut. Ik heb er nog slecht nieuws voor je. Ja, ik lag gewoon met de tuin is ook afgebrand. Meen je? Ja, het is opgelost gelukkig, maat. Maar ik heb een hartaanval gehad net. Ik denk, ja. Ja, ik was helemaal, ik weet niet eens wat er gebeurde, maat. Ik stond er met die feun, bam, ik dacht eerst dat die feun knapte. En ik stond binnen en hoorde ik nog een keer een knal. En wat de fuck is die brood, is de boel, man? Wat de fuck is een troep? Oh ja, ik moet aan wel lachen, maar dat zijn weer zenuwen, ouwe. Ja, maat, ik heb slechts mijn ogen open gehad. Maar is het oogdokter al geweest? Nou ja, daar wacht ik niet op. Moet je blijven vanavond of kan je met een beetje dat of niet? Nou, ik denk dat ze dus nu gaan zo boren die shit eruit halen, dan kan ik mijn ogen gewoon weg. Deze keer niks, dat ik kan. Ja, het ding moet uit mijn ogen. En het brand wordt op mijn gezicht, vallen wel mee, zeggen ze. Ja, je hebt geen brand, je hebt alleen wondjes, maar dat is binnen. Ik heb het over staal waarschijnlijk nog. Nou, ik zweer het, maat, je gezicht was. Ja, het lag, zag er niet uit in het begin. Okay, jongens, de ogen zijn open. Dus we gaan nu naar boven en dan gaan we het verwijderen. Moet dit zien, kijk dan, holy shit, maat. Dat heb ik nog nooit gehad, hè? Gelijk nog een extra prikje gehad, jongen. Wat is dat voor prikje dan? Titanus of zo? Titanus, alles een goeie, hoor. Ja, klopt. Maar ik had door dat de tang was afgebrand, dus ja. How you feel now? Is hard fucked up. Ik wil je mezelf ook even zien, hoor. Oh, joh. Wow, deze wat pinnen ziek geluid, vriend. Kijk maar je gezicht, maat. Oké, ze zijn nu de pH-waarde van zijn ogen aan het meten. Ik zou niet weten wat dat betekent, maar het ziet er dus zo uit. Fucking kut, hè. Sorry mensen, ik zeg even wat lachen, maar dat zijn zenuwen. Ik heb zo'n infusie. Ik moet allemaal lachen, maar dat is echt niet. Dat is omdat ik mijn zenuwen moet altijd lachen. Ja. Ze hebben in ieder geval genoeg medicijnen gegeven. En ja, vooral mee, hoor. Ja? Dat is een beetje als prima. Maar John zei tegen mij gaan door dat filmen. Dus ik ben Melena filmde gewoon door en dan kijken even wat we kunnen filmen. Nogmaals, doe nooit zo'n boelbal op het vuur. Knappen. Hey, wat een goede experiment. Er was weer zo eentje uit de categorie van we weten niet wat er gaat gebeuren, maar we doen het gewoon en we zien het aan het eind wel van de video. Nou, let's go mensen, hier zitten we. En de tuin is afgebrand. En de tuin is afgebrand en maar... Laat het wel gewoon liggen, ik zeg eigenlijk. Ik doe niks. Zal ik het even terug, hè? Dag. Ze hebben net allemaal stukken uit zijn ogen gehaald, echt fucking veel. En hij gaat vergaderen voor de pijn. Kun je kort omschrijving geven, John? Of, Nou, niet eens. Ik voel me gek, hoor. Dat is op zich genoeg. Zo'n blur effect. Ik zou even een effectje regelen hoe ik het nu zie tijdens de edit. Dan ziet het een beetje zo uit. Nou, dit is dus eigenlijk de eerste keer dat ik mezelf zie. Echt gewoon even goed. En ja. Ik moet nu even die zalf in doen van mijn oog. Maar op dit moment kan ik op zich wel dingen zien. Maar alles is heel wazig. En het licht is best wel kut, dus ik heb het even aangezet om te filmen. Maar je ruikt wel aan gewend, dus dat scheelt. Dus ik ga even deze omheen doen. Geen idee hoe het heet. Ik kan het niet lezen. Nou, morgen even kijken. 8:30 gaan we dus naar het ziekenhuis. Even kijken. En dan kunnen we ook gelijk even kijken buiten. Want ja, de herfst is ook afgebrand. Ja, moet ik dat zeggen. Dat is aardig kut, want alles is natuurlijk fucking gevaarlijk vuur. Dus we gaan morgen even kijken hoe dat eruit ziet. Het is gelukkig goed gegaan, er is niks gebeurd. Maar ja, we moeten even langs de buren sowieso natuurlijk even kijken of daar ook alles goed is, dat er ook niks is gebeurd. Dus ja, ik ga even deze zalf doen. En ook nog even vaseline trouwens zit te denken. Voor mijn gezicht, voor die brandplekken. Maar eerst maar even deze shit. Dus let's go. Zo, ik zie helemaal niks, maar dat is wel
Was de doppie kut. Shit. Was die dop. Oh, hier is die vriend. Ja, oké. Gewoon wit, hè? Gewoon wit, vriend. Zien jullie me niet? Dus, oké, jongens. Ik ga weg. Check jullie morgen. Ook al zie ik jullie niet, ik check jullie morgen. Dus, hoop ik zie ik dan beter. En... ja. Let's go. Later. Woe!